toen ik op het podium sta, zei ik tegen Jana van, deze voelt echt goed. En voelt van al het harde werk dat dat beloond wordt. En je bent gewoon zo gelukkig. En hadden jullie het verwacht dat jullie op het podium gingen staan? Eigenlijk had ik het vooral totaal niet verwacht. Omdat het voelde niet zo zoals het moest zijn, maar dan toch was het wel. En wat zijn nu jullie plannen? We gaan vooral eerst genieten van de zilveren medaille. Omdat dat is toch wel even iets bijzonders. En dan keihard werken voor de komende wedstrijden.